Opgave 33. Een bioloog doet onderzoek naar de lengte L in millimeter en de oppervlakte A in vierkante millimeter van ligustenbladeren. De resultaten staan in de tabel. Je ziet bovenaan zie je de lengte staan, onderaan zie je de oppervlakte staan. En als je gaat kijken, ik zie geen verband ertussen. Gaan we naar vraag A. Vraag A. Toon aan dat A evenredig is met L kwadraat en stel de formule op. A evenredig met L kwadraat betekende dat je deze formule krijgt. A is klein a keer L in het kwadraat. En stel de formule op, daar kom ik straks op terug. Ik moet eerst aantonen dat A evenredig is met L kwadraat. Nou, als je deze formule bekijkt, de a, ja, hoe reken je die steeds uit, hè, de kleine a? Je vult een punt in uit de tabel. Maar ja, ik moet eerst nog laten zien dat deze formule evenredig is. Dat betekent dat ik eigenlijk nu alle punten uit de tabel moet invullen. Dus alle punten. En moet laten zien dat de a steeds, de kleine a, steeds hetzelfde is. Nou, dat is op zich best wel veel werk. We moeten dat een beetje handiger aanpakken. Ik ga die formule a is klein a keer L kwadraat, die ga ik een beetje herschrijven. Want ik wil eigenlijk steeds weten, is die a steeds hetzelfde? Die kleine a, is die steeds hetzelfde? Dus die wil ik eigenlijk vooraan in de formule krijgen, zodat ik die ga uitrekenen. Dat betekent dat die keer L kwadraat daar weg moet. Nou, het omgekeerde van keren is delen door. Dus ik ga delen door L kwadraat. Dan krijg ik kleine a, groot a gedeeld door L kwadraat. Of de formule even herschrijven zoals die in de vorm staat die we gewend zijn. Kleine a is grote a gedeeld door L kwadraat. En dat kan ik nu voor alle punten uit de tabel gaan doen. Ik ga dat voor 19 gedeeld door 8 in het kwadraat doen. Ik ga het voor 43 gedeeld door 12 in het kwadraat. Ik moet het voor alle punten doen. Voor alle punten ga ik de a uitrekenen. Nou, daarvoor zet ik even de video uit. Ik werk ze even uit en dan kijken we naar wat de antwoorden zijn. Ik heb de antwoorden even uit het uitwerkingenboek gekopieerd. En via de digitale leermiddelen kun je daar ook bij. Ja, wat zie ik nu? Je ziet 19 gedeeld door 8 kwadraat, 130 gedeeld door 21 kwadraat. Overal heb ik die formule toegepast. En dan krijg ik allemaal a'tjes uit 0297 bij die eerste en 0295. Maar wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze ongeveer in de buurt van 0,30 zitten. Dus ik kan wel zeggen van nou, a is ongeveer 0,30. Als die getallen nou niet zo dicht bij elkaar hadden gelegen, dan was groot a niet evenredig geweest met L kwadraat. Maar ze zitten allemaal bij elkaar en als je ze op twee cijfers afrondt, kom je allemaal op 0,30 uit. Nou, nu kan ik dus ook de formule maken, want ik heb nu mijn kleine a. En ik heb hoofdletter a is nu 0,30 keer L in het kwadraat. Dan gaan we naar vraag B. Vraag B. Een ligustenblad heeft een oppervlakte van 2 vierkante centimeter. Geef met behulp van de formule van a een schatting van de lengte van het blad in millimeter nauwkeurig. Ga nadat je met lineair interpoleren vrijwel dezelfde schatting krijgt. Nou, we beginnen bij het begin. Een ligustenblad heeft een oppervlakte van 2 vierkante centimeter. Die 2 vierkante centimeter heeft natuurlijk met de a te maken. Alleen als je de vraag goed gelezen hebt, dan weet je dat a altijd in vierkante millimeters is. Dus daar moet ik zo meteen even rekening mee houden dat ik dat omreken. Dan ga ik verder. Geef mij behulp van de formule van a. Nou, die formule heb ik. A is 0,30 keer L kwadraat. En dan staat er een schatting van de lengte van het blad. Ja, de lengte van het blad is natuurlijk L. Die wil ik graag weten. Die moet in millimeters nauwkeurig. Dat betekent geen cijfers achter de komma. Dat is belangrijk, dat kost je een punt als je daar niet aan houdt. Maar wat betekent dat woordje schatting nou? Nou, waarom staat de schatting? Omdat we die a, die hebben we ongeveer uitgerekend.
En dus die is niet precies. Dus dat maakt al dat mijn antwoord niet precies is. Dus het gaat om bladeren in de natuur. En daar kunnen we nooit precies exact van zeggen, nou, zo groeien ze. Vandaar dat het woord schatting er staat. Stukje genadat je hier met lineair interpoleren vrijwel dezelfde schatting krijgt. Dat leg ik zo meteen uit. Oké, terug naar het eerste deel van de vraag. Een ligustenblad heeft een oppervlakte van 2. De A is 2 vierkante centimeter. Ik zei al boven in de tekst staat dat het in vierkante millimeters moet. Ik moet dus van centimeters naar millimeters. Nou, je moet het rijtje uit je hoofd weten, hè? Millimeters, centimeters, decimeters, meters. Dit is er maar een stukje van. En dan zie je van centimeter naar millimeter, dat is één stap. Dus je zou verwachten keer 10. Maar ja, er staat hier een tweetje in de lucht. Het gaat om oppervlakte. Dus je vermenigvuldigt niet met 10, maar met een 1 met 2 nullen. Dus je vermenigvuldigt met 100. Dus hier komt uit 200 vierkante millimeter. Oké, de L moet ik uitrekenen. Ik heb een formule en die ga ik invullen en daarmee krijg ik de L. Want op de plaats van de A schrijf ik 200. Dan krijg ik 0,30 keer L kwadraat. De L moet ik hebben. Nou, laat ik eerst de L kwadraat maar uitrekenen. Er staat daar keer 0,30, die wil ik graag weg hebben. Dat betekent dat ik aan de andere kant van is ga delen door 0,30. De 200 gedeeld door 0,30 kun je op je rekenmachine al uitrekenen. Maar je kunt het gewoon ook eventjes laten staan. We gaan naar de volgende stap. Van L kwadraat wil ik graag L maken. Dan moet het kwadraat weg. Hoe krijg je een kwadraat weg? Precies, je moet de wortel doen. Dus krijg je 200 gedeeld door 0,30. Nou, dat tik je in op de rekenmachine. Dan krijg je eruit als antwoord 25,8 en dan nog een aantal getallen. Nou, er zijn er ook veel van jullie die tussendoor al de rekenmachine gebruiken. Dat is niet erg als je het maar goed doet. Dus die hebben 200 gedeeld door 0,30 uitgerekend. Dan komt er 666,66 en dan nog een heleboel getallen eruit. Nou, als je maar realiseert dat het antwoord op papier afgerond is en dat je altijd moet rekenen met het antwoord uit de rekenmachine. Ik wil nu L weten, precies hetzelfde als net, dus dan ga ik de wortel uit doen. Maar dit is niet wat ik intik op mijn rekenmachine. Op mijn rekenmachine moet ik zorgen dat ik de wortel uit anders intik. En als ik dat doe, dan krijg ik op de rekenmachine ook gewoon uit 25,88, hetzelfde als bij de andere. Nou, er is nog een derde manier waarop je het kunt doen. Die manier werkt ook altijd. Soms vergt hij wat meer van je omdat je de window goed moet instellen. Maar je kunt natuurlijk ook altijd de ene helft in I1 doen, de andere helft in I2 en dan gsolve en intersect doen. Oké, nou nog even goed opletten hoe ik antwoord geef op de vraag. Even terugscrollen naar de vraag wat stond er. L moet in millimeters. Dat betekende geen cijfers achter de komma. Nou, ik heb nu 25,8 voor L. Die moet ik dus natuurlijk nog afronden naar 26 millimeter. En nu zet ik ook duidelijk de eenheid erbij. De vraag had nog een tweede deel. Het tweede deel van de vraag was dat je laat zien door middel van lineair interpoleren dat je precies hetzelfde antwoord kunt krijgen. Nou, daarvoor ga ik weer even helemaal terug naar de tabel. Zie je de tabel? Ik ga door middel van lineair interpoleren uitrekenen wat de oppervlakte, als de oppervlakte 200 is, wat de L is die daarbij hoort. Nou, ik heb daar een beetje mijn eigen manier voor. Ik ga er gebruik van maken dat er hier een verhoudingstabel is. Nou, niet de verhoudingstabel zoals die daar staat met lengte en oppervlakte, maar wel als ik kijk naar de verandering in lengte en de verandering in oppervlakte. Dat is altijd de verhoudingstabel bij lineair interpoleren. Nou, als ik nu ga kijken van 130 naar 221, komt er 91 bij. De verandering van de oppervlakte is dus 91. Van 21 naar 27 komt er 6 bij. De verandering van lengte is dus 6. Wat wil ik graag weten? Ik wil graag weten wat komt er bij die 21, zodat ik weet wat hoort er bij de oppervlakte van 200. Dus ik ga kijken van 130 naar 200 komt er 70 bij. Nu ga ik uitrekenen hoeveel erbij komt bij de lengte. Als ik dat weet, hoeveel erbij komt, dan kan ik dat met behulp van de tabel kan ik uitrekenen wat de nieuwe lengte moet zijn. Nou, je ziet hier, dit is een verhoudingstabel.
En in de verhoudingstabel weet je dat je kruislengtes mag vermenigvuldigen. Dus 6 keer 70 gedeeld door 91 is precies dat getal wat ik niet weet. Als je dat uitrekent, kom je op 4,6 afgerond verandering van 5. Dus de L, de lengte, verandert er 5. Nou ja, de lengte was 21, die verandert er 5. 21 plus 5. De lengte wordt 26 mm. En dan zie je, ik heb nu met lineair interpoleren, heb ik hetzelfde antwoord gekregen als daarnet met de formule. En dat moest ik aantonen.